Ik ben hier in het atelier van Randy van Lingen. Werkt u ook wel eens met andere kunstenaars samen? Met andere kunstenaars niet zo vaak, maar het komt wel eens voor hoor. Ik werk wel eens samen met Alex Soepboer, maar dat is een Enschedese kunstenaar. En daar werk ik wel eens samen mee. Ja, en ik zie dat je hier zo'n prachtig pand hebt en je zit hier mooi, eigenlijk heel rustig, helemaal alleen. Ja, klopt. Ja, ik vind het fijn hier hoor. Het is hier mooi lekker droog. Want mijn vorig atelier, daar ben je ook geweest geloof ik. Hè? Het pand was al oud, hè? Het was al helemaal op. Ja. Maar hier is het geweldig. Lekker schoon, droog, warm. Nou, wat wil je nog meer? Hè? En heb je na deze burlesque, heb je daar nog meer plannen om te maken? Altijd plannen. Plannen zat. Ik heb op het moment heb ik er wel, wel 10. Ja, alleen tijd, hè? Tijd is altijd iets korter dan je hebt. Kun je misschien al een tipje van de sluier op? Wat ik ga maken in de toekomst? Nou, dit ga ik dan eerst afmaken. Ik ga in die serie ga ik verder. Ik moet zo meteen maar even filmen van mijn roze pistool. En nog een paar andere dingen. Ik moet nog een urn moet ik nog beschilderen voor iemand. Die binnenkort overlijdt, moet ik maar zeggen. Nog een paar andere dingen. Prachtig. Nou, ik zie dat je heel goed bezig bent. Ja. En ik hoop dat we elkaar nog een keer weer zien. Ja, vast en zeker. Je weet me te vinden, dus je bent altijd welkom. Aswin Heuskes. Ja, klopt. Ja. Ik ben hier in jouw atelier. Mooi beneden in de kelder, lekker cool. Ik heb net een van jouw werken op de video gezet. Kun je daar wat over vertellen? Dit is inderdaad een oude landkaart van Almelo. En daar heb ik inderdaad wat overheen gemaakt. Zoals je ziet, ik hoef natuurlijk niet uit te leggen wat het precies is, maar... Het is mooi vrolijk en het spreekt mij wel aan. Dus, en je ziet nog iets terug van de landkaart van Almelo. Dat vind ik altijd wel leuk. Dat je het eigene ziet van iets ouds en dat je dan terug laat komen. Kun je ook vertellen waar je ondertussen mee bezig bent? Nieuw werk? Op het moment, ja. We hebben nu ons gefocust op dit weekend. En ik moet inderdaad nog weer met een nieuw werk beginnen. Maar een aantal werken liggen daar nog wel in het rek. Dat moet nog even afronden. Dus die zijn bijna klaar en die kunnen ingelijst worden. Verder ben je heel veel bezig met zeefdruk? Ja, niet alleen zeefdruk, maar inderdaad, ik doe diverse druktechnieken. En één daarvan is het zeefdrukken, ja. Dus ik heb hier dan wel een paar tafels staan en zo. En dan geef ik ook cursussen in. Ja. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Ik sta hier bij Elsa Snijder. Kunt u iets vertellen van het werk waar we hierbij staan? Jawel, dit is een werk geïnspireerd op een landschap bij een boerderij. En daar staan wilgen. En wilgen hebben altijd zo'n mooie blauwgroene kleur, glans. En toen dacht ik, dan wil ik dat terug laten komen. Ja. En combineren met heel andere kleurtjes. Dus dat het ook een beetje vervreemdend wordt of een beetje spannend. Is het toevallig een van uw laatste werken? Nee, maar het is wel een lievelingswerk. En ik heb geprobeerd om een schilderij te maken waar niets op te zien was. Niets. En dat betekent dat hier binnen is het vlak helemaal leeg. En dan heb ik gezocht naar kleuren om te zorgen dat het dus ook niet leeg was. Dus het was een beetje een spelletje in mijn hoofd. Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan. Ik heb gezien dat uw thema ook licht en donker is. Ja, klopt. Licht en donker. Nou, dat kun je ook zien een beetje aan dit schilderij. Want het is natuurlijk niet altijd zomer en dan soms wordt de lucht even wat donker. Dus dan kom je inderdaad van licht, donker. Het gaat altijd door elkaar heen. Kun je laten zien waar je nu mee bezig bent? De laatste werken die hangen daar. En die heb ik gemaakt omdat ik binnenkort een expositie heb in de Oude Kerk in Borne. En toen dacht ik, dan wil ik Adam en Eva een keer maken.
Ja, dit is de moderne versie van Adam en Eva. En ik zie ook de slang en de appel. Ja, en voor... omdat je het huiselijke leven, dat hebben we allemaal, daar zit er ook nog een poes, een verscholen poes bij. Gewoon om het ook een beetje in het heden te trekken. Gewoon, en de vis, de golven van de zee, graan. En een mooie tooi voor Adam en Eva. Die komt niet ergens vandaan, maar het ontstaat zo.